Ik ben groot geworden in Rotterdam. En daar heb ik geleerd dat je uitdagingen niet uit de weg gaat, maar ze bij de kop pakt. De uitdaging waar Nederland nu voor staat is: laten wij inkomensverschillen weer bepalen wat de kansen van mensen zijn. Of zorgen wij ervoor dat we sterk en sociaal uit deze crisis komen. Ik wil dat de kansen die ik heb gekregen voor iedereen zijn weggelegd. Niet alleen voor sommigen. En we mogen het echt niet laten gebeuren dat de menselijke waardigheid wordt afgepakt omdat het geld kost. Door te bezuinigen op passend onderwijs en op chronisch zieken en gehandicapten. En daarom moet de Partij van de Arbeid sterk zijn. Daarom. En ik ga die partij weer sterk maken. Door te zorgen dat deze kanjes kunnen schitteren en ook die 25 andere die we in de fractie hebben. Maar ook door samen te werken met de leden in de partij en met al die andere Nederlanders die met ons willen strijden voor onze idealen, voor deze idealen. Het is een zware klus, maar ook deze ga ik niet uit de weg. Ik sta te popelen. Dank u wel. Beste mensen, onze verzorgingsstaat staat op kraken. Het gaat niet goed met de woningmarkt. Het gaat niet goed met de arbeids- en onderwijs. Met de arbeidsmarkt en het onderwijs. Het gaat niet goed op het terrein van de woningmarkt. Onze zorg verdient een hele andere aanpak dan nu, wat mij betreft, ten dode opgeschreven marktwerking in die zorg. De mensen in de straat willen een politiek die deze zaken oplost. Maar wat we zien is een Den Haag waar alleen maar gedebatteerd wordt. Als ik leider van de PvdA geworden, dan wil ik een gezondheidszorg die weggaat bij de marktwerking. Die weer samenwerkt in plaats van concurreert. Als ik leider word van de PvdA, dan wil ik een nieuw plan van de arbeid. Een nieuw plan van de arbeid. Waarin arbeidsmarkt, onderwijs, ook de hervorming op het terrein van energie, nieuwe technologieën, in samenhang Nederland weer uit de slop haalt. Afgelopen zaterdag ontmoet ik tijdens de campagne Janine. En Janine heeft meerdere handicaps. Maar ze heeft haar inkomen, haar levensvervulling en vooral haar zelfrespect gevonden in de beschutte arbeid van de sociale werkplaats. En ze was doodongerust dat ze dat zou kwijtraken door de bezuinigingen van dit kabinet. Beste Mark, je hebt het altijd over kansen pakken. Janine pakte haar kansen. En jij pakt ze af. Nederland verdient geen regering die blijft hangen in financiële obsessie of kale flinkheid. Nederland smacht ernaar om zijn optimisme, zijn zelfvertrouwen en zijn onderlinge verbondenheid weer terug te vinden. En een sterke Partij van de Arbeid kan daarvoor zorgen. Een sterke Partij van de Arbeid kan van Nederland weer dat land maken waarin iedereen, waar je ook geboren bent, hoe je ook geboren bent, een eerlijke kans krijgt om het beste uit zijn leven te halen. En ik kies met alles wat ik in me heb voor dat Nederland. En dus voor een sterke Partij van de Arbeid. En ik wil graag voorop gaan bij het overtuigen van zoveel mogelijk kiezers om die keuze samen met ons te maken. Dames en heren, wat zou het mooi zijn als iedereen in Nederland mee kon stemmen. Want er kan iets gaan veranderen in dit land. Er kan iets gaan veranderen als de PvdA het lef heeft om niet door te gaan op dezelfde weg, maar om nu al te kiezen voor een nieuwe toekomst. Een nieuwe toekomst omdat Nederland van vandaag niet meer hetzelfde Nederland is als het Nederland van vroeger. We hebben veel meer kansen gekregen, maar er staat ook iets tegenover. De baan voor het leven bestaat niet meer. Mensen kunnen zomaar een baan kwijtraken omdat een aandeelhouder vindt dat hij een procentje meer winst moet hebben. Als consument word je steeds vaker behandeld als nummer en niet meer als klant is koning. Maar het gebeurt ook bij de overheid. Steeds grotere woningcorporaties die door niemand meer gecontroleerd worden. Schoolbesturen die ineens gaan over 50, 60 scholen tegelijkertijd. Dat is wat mensen ongelooflijk veel onzekerheid geeft en het gevoel geeft dat we geen greep meer op hebben. En ik wil daarom een nieuwe PvdA maken. Die over dit soort dingen weer durft na te denken. Die wil zorgen dat mensen zelf het heft weer in handen krijgen. Een PvdA die zorgt dat we die toekomst weer tegemoet kunnen met vertrouwen. En daarom wil ik leider worden van de PvdA. Ik richt me tot de mensen thuis. We zijn met dit gezelschap door het land getrokken. Van Maastricht naar Groningen. Van Middelburg naar Doetinchem. En overal waren het volle zalen. Er hangt wat in de lucht, dat merk je. En dat is niet alleen in Nederland, want in Frankrijk staat Hollande klaar om het over te nemen. Was laatst in Berlijn bij de SPD. Daar staat men klaar om het over te nemen van de rechtsregering die er nu zit. En wij moeten in Nederland klaarstaan om het over te nemen met z'n allen van deze rechtsregering.
En dan kunnen we laten zien dat we een ander land mogelijk kunnen maken, waarin het niet alleen maar om de centen gaat, waarin we ook dingen samen doen, waarin we eerlijk delen. Waarin uiteindelijk vernieuwing voorop staat, onderwijs de ruimte geven en creativiteit, want die hebben we hard nodig. Ik wil daar leiding aan geven aan die Partij van de Arbeid. We zullen het samen moeten doen, het is een lange weg, maar we kunnen de grootste partij worden, een alternatief bieden. En als u mij het vertrouwen geeft, dan ben ik uw man. Maar Martijn van Dam is als derde uit de bus gekomen als het gaat over zijn speech. Diederik Samson als tweede. En een 7,3 als cijfer voor Ronald Plasterk. Dit is dus slechts een cijfer van onze kijkers. Naar aanleiding van de overtuigingskracht die min of meer... We hebben aan onze kijkers gevraagd, bent u overtuigd of niet?